Hey kijkers van YouTube en welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Ten eerste, gisteren ben ik met het YouTube spreekuur van TubeTotaal ben ik geweest. En ik heb sinds gisteren ik begon met 18 abonnees en ik heb er nu 40. Ik had dat echt niet verwacht en daar ben ik ook ontzettend blij mee. Daar wil ik jullie ook ontzettend voor bedanken. 250 weergaven en 13 likes. Echt reuze bedankt. Maar goed, genoeg geslijm. We gaan vandaag weer verder in onze kelder. Waar we de vorige keer natuurlijk mee bezig waren. En waar ik op zat te wachten waren de stenen. Die zijn ook bijna klaar. Kijk, want hier komt de smelterij. Hier zo. Woep. En dan maken we aan deze kant, maken we gewoon precies er tegenover. Maken we de enchantment room. Ik weet nog niet precies hoe groot die gaat worden. In ieder geval niet zo heel groot, want we moeten even een beetje uitrekenen hoe dat zit. Kijk, hier zit 1, 2 dubbele wand tussen 1 en 2, dus dan moet dat hier ook. Moet natuurlijk wel symmetrisch zijn, hè. Zo. En die. Die. Ik weet mijn god niet hoe groot dat eigenlijk moet worden. Want volgens mij... Volgens mij moet sowieso eentje breder, dat weet ik wel. Die gaat ook weg. Zo. En ik zag trouwens in de comments staan gisteren dat ze mij af en toe niet konden verstaan. Dat kan kloppen, want ik woon in Twente, dus ik spreek soms behoorlijk met een dialect. Dat ik woorden inslik. En daar kan ik alleen helaas niks aan doen. Ik probeer wel gewoon Nederlands te praten. Maar soms floept het er zo uit. En waar ik gisteren zo over na zat te denken, als jullie een keer willen dat ik een keer, eventjes, dat ik een keer Twents ga praten. Dus dat ik een beetje woorden inslik en dat ik het daarna ook wel vertaal ofzo. Maar meestal de dingen kun je eigenlijk meestal wel vertalen, dat is niet zo heel erg moeilijk. Maar zoals ik net al zei, ik wou eventjes zeggen, maar bij ons zeggen we dan eempjes. Eempjes. Nu wel, dus maar ja, goed. Even kijken, we zetten hier. Hier komt de enchantment table dan. Dit wordt aan steen. En dan kom je hier omheen allemaal boekenkasten. Maar dat hoeven er maar 3 te zijn. Dus ik zit even na te denken. 1, 2, 3, 4, 5. Kijk, dan wordt dit een muur zo. En dan kom je hier de... Hoe heet dat? De boekenkasten. Even kijken, is dat goed zo? Want hier komen ze dan en daar komen ze dan. Ja, ik dacht het wel, toch? Maar goed, dat zien we dan wel. We gaan eerst even naar boven kijken of de stenen al klaar zijn. Even wat spul dumpen. Dat heb ik net ook al eventjes gedaan. Steen is hier. Maar ik vond het ook hartstikke leuk dat ik werd geïnterviewd door TubeTotaal. Dat vond ik echt grappig. En nou in één keer heb ik abonnees erbij. Ik had dat niet verwacht. Kijk, ik ben 3,5 minuut bezig. Ah, oh, dat kan nog wel eventjes. Ik ging naar de ovens. Jij bent klaar. Jij bent klaar. Jij bent ook klaar. Die is bijna klaar. Dan gaan we eerst slapen voordat er allemaal van die rare beesten komen. En dan gaan we verder bouwen aan onze kelder. Maar dat ging nog niet zo heel hard met mijn kanaal. En ik hoorde dat van TubeTotaal dat ik een fijne stem heb om naar te luisteren. Dat vind ik heel fijn om te horen. En dat ik een paar dingen moest doen. Zoals de kanaal browsen, of hoe je het ook zegt. Dat je die even moest veranderen. Dat heb ik ook gedaan. Even kijken, zo. Dus ik heb zijn tips wel opgevolgd hoor. Dus daar ben ik ook blij mee dat hij dat zei. Even kijken, dan gaan we even vloeitje starten. Zo. En dan kunnen die ovens kunnen hier zo meteen staan. Kunnen we die nou meteen ophalen? Die. Die is nog niet klaar, dus dat kan nog niet. Die moet nog even een beetje doorbranden. 3 ovens, dat is niet voldoende. Waar is mijn schep? Daar is mijn schep. Zo, up. Want de vorige keer waren we natuurlijk gebleven dat we hier... Ja, dat is niet zo erg. 1, 2, 3. Even kijken. 1, 2, 3. We hebben er al eentje bij, dus dan moet ik nog 1, 2, 3, 4 ovens moet ik er nog bij maken. Dan doen we dat eventjes.
3 ovens erbij maken. Hup. Zo, dan moet ik er nog 1 oven bij maken. Dan heb ik er 7 voor nodig. 7, zo. Die, hup. En dan woep. Zo, 3 ovens erbij, die andere ook erbij. En dan hebben we in ieder geval de smelterij klaar. En dan... Oh, ik moest er nog eentje bij maken. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En nou, wist. Zo. Plempen we die ook daar neer. Zo, en dan gaan we de vloer er eens uithakken. En dan gaan we mooi... En het plafond moet natuurlijk wel precies hetzelfde zijn. Anders ziet het er natuurlijk niet uit. Zo, hup, 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 hup. Hup, hup. En de wand moet anders... Even kijken hoe we dat gaan doen. Zo dacht ik. Die. Ah, oh, het wordt hier donker. Als hier maar niks gaat spanen, vind ik alles goed. Even gewoon dat fakkeltje weer terugzetten, want anders kom je helemaal rare types. Huppakee. Dat moet ook anders. De achterkant van de trap. Zo. En aan die kant. En waarom ik nou een extra aflevering maak, is gewoon eigenlijk... Dat ik jullie wil bedanken voor al die abonnees en die likes en die weergaves. En ik dacht, ik heb nou toch tijd over. Dus ik dacht, waarom zou ik geen video maken? Toch? Ik heb toch tijd over. Ik moet echt nog voor school bezig, een examenopdracht. Maar ik kan nog wel eventjes, daar heb ik nog tijd genoeg voor. Dat is niet zo heel erg. Zo, dan hakken we dit allemaal weg. Oh, ik hoop zo dat er geen enge beesten komen. Zo... Maar laat maar eens weten of jullie dat misschien leuk vinden. En dat hoef ik trouwens ook niet te doen. Of ik een keer eventjes, nou zeg ik het goed, eventjes een keer een beetje Twents moet praten. Als jullie het niet willen, moet jullie het ook gewoon zeggen in de comments. Maakt mij niet uit. Maar lijkt me wel een keer grappig. En dan vertaal ik het ook gewoon hoor, dat is geen probleem. Zo. Kijken of jullie mij dan een beetje kunnen verstaan. Dat vind ik wel grappig. Maar goed, als jullie het niet willen, willen jullie dat natuurlijk niet. Ga ik jullie ook niet op dwingen. Zo, en dan hier even een fakkeltje neerzetten. En hier. Zo. Nou, dus hebben we toch al een mooi end opgeschoten. Of een eind. Lars, een eind. Niet een end. Dat is ook Twents. Een eind opgeschoten. Ja, maar soms vloepen die woorden er gewoon uit. Daar kan ik niks aan doen, sorry. Maar goed, ik hoop dat jullie dat niet zo heel erg vinden. Tenminste, maakt mij ook niet uit. Eten, 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 eten. Heb ik geen eten meer? Oh, ik heb geen eten meer. Hier is ook bijna niks. Heb ik ook geen vlees meer? Dat is best wel irritant. Nou, dan gaan we gewoon voor het vlees eten, waarom niet? Het helpt mensen tegen de honger, dus. Noodsituatie. Zo. Hier moet ook nog eentje. Zo. En dan hier. Kijk, daar hebben we een mooi keldertje onder ons huis. Waar we kunnen smelten. En binnenkort kunnen enchanten. Volgens mij hebben wij ook al... obsidian hebben we ook al heel veel gehad. In het grote avontuur. Zo heel groot was het niet. Maar dat maakt niet uit. Zo. Zonder van mijn steen. Ik weet het. Maar ja. Dat maakt niet uit. Dit weg. En dan zetten we hier zetten we ook een kist neer waar al het kool in kan. Dan hebben we alles mooi. Oh, hebben we alles mooi dicht bij elkaar. Dus die hier ligt. Dat gaat allemaal met mij mee. Dus dat verplaatsen we hier naar beneden. Zo, en dan daar. Het is nou nog 1 kistje. Daar kunnen er straks wel 2 worden hoor. Het badje natuurlijk. Met kool erbovenop. Kool. Done. En alle kool erin, huppa. En als het goed is moet die oven ook een keer klaar zijn, neem ik aan. Ja. Eerst die, en dan pas weghakken, want anders krijgen we geen experience points. Even kijken, hebben we de vorige keer obsidian gehakt? Anders moeten we de volgende keer maar eens zoeken naar... Nee, moeten we de vorige keer zoeken naar obsidian. Volgens mij is dat nog wel ergens. Geloof ik. Offentje, daar. Maar wat kunnen we hier in het midden doen?
staat niet echt mooi, hè? Nou ja, maakt niet uit. Zo, plafond erin. Zo. Oh, niet te ver. Kijk wat er gebeurt. Hey. Buitenlucht. Ja, maar dat wordt meteen afgesloten. Het is ondertussen een kelder, hè? En in een kelder kun je niet boven de grond kijken. Tenminste, dat heb ik nog nooit geprobeerd. We hebben hier ook het hele huis hebben we ook onderkelderd. En ik heb nog nooit boven de grond uitgekeken. Zo. En die weg, die weg. Ah, nee. Ja, zo kunnen we dat natuurlijk ook. We hebben een open ruimte, maar dat is niet echt de bedoeling. Hup, hup, hup. Dat ziet er straks heel raar uit. Als we straks eventjes naar buiten lopen, dan zie je in één keer steen in plaats van aarde. Maar goed, maakt jou niet uit. Hoppakee. Ze hebben zo ver naar beneden gegaan, ja? Oh, dat wist ik niet eens. Zo. Dak erbovenop. Hoppakee. Zetten we deze even hier neer? En dan wordt dit. Kapt niet mooi uit. Eigenlijk. Hij moet kleiner. Verzinnen we nog wel iets op. We gaan maken eerst dit even af. Huppakee, zo. Dat komt nog wel. Waar is mijn schep? Daar is mijn schep. Zo. Zo, en ik zie dat ik alweer 11 minuten bezig ben. Dus ik maak dit even af. En dan vind ik het mooi geweest voor vandaag. Hebben we een heel stuk bij elkaar gebouwd. Moet ik het natuurlijk niet gaan slopen. Jij moet gewoon daar. En niet anders doen dan de andere blokjes. Of deze, ga weg. Zo. Maken we de muur even af. Dan wordt het hier eventjes donker. Of wat nog meer? Die. Zo. En dan hebben we mooi. Dit ook nog even weg. Moeten we natuurlijk wel afmaken, hè. En dan denk ik dat we de volgende keer dat we naar obsidian gaan zoeken. Als jullie dat een goed idee vinden, laat het me dan vooral weten. Staat dit? Ja, staat wel. Laat het me dan vooral weten in de comments hier beneden. En laat me ook even weten of jullie een keer willen dat ik een beetje Twents ga praten. Lijkt me ook wel een keer leuk. Maar goed, hier komen allemaal boekenkasten, dus die hoeven we niet te doen. We hebben weer mooi onze kelder afgemaakt. Deuren dicht, zo. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En zoals ik net al zei, laat maar weten of ik een keer Twents moet praten. Leek me hartstikke leuk, maar ja, als jullie dat niet willen, willen jullie dat niet. En hoop ik dat ik jullie de volgende keer weer zie bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Vergeet niet te liken op deze video. Ik wil eigenlijk iets anders zeggen, maar dat maakt niet uit. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik dat ik jullie de volgende keer weer zie bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Kalm!